Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij de niet zo serieuze sprookjes met Geron de Wulf. Als je klein bent, worden er vaak sprookjes verteld en dan groei je op en dan stopt dat. Vandaar deze niet zo serieuze sprookjes voor volwassenen. Ik word vandaag bijgestaan door collega-improvisator David Fenix. We zijn live in de Joker. En de opdracht dat we kregen van het publiek, David, was een hert. Er was eens een hert dat gedagvaard werd door Disney. Of wordt door Disney. Goed. Oké. Veel plezier. Er was eens een hert dat gedagvaard werd door Disney. Omdat het hert te hard op Mickey Mouse leek. Het had een rare vergroeiing aan zijn gewei, waardoor dat twee ronde stukken gewei waren. En het sprak ook zo. Dus ja, dat is problemen zoeken, als je het mij vraagt. Disney was erachter gekomen nadat er een filmpje op YouTube was verschenen waarin het hert bejubeld werd als de nieuwe Mickey Mouse. Het hert had het ook zelf gezocht, want hij zat op een stoomboot te fluiten. Waarna hij met een bezem op afstandsbediening het dek zwabberde. Alles waar Disney niet tegen kon, uiteraard. Dus op een dag zat er een brief in de brievenbus bij, bij het hert thuis. Want het hert woonde in een huis. Uiteraard. Het hert deed de brief open en las de brief van boven naar beneden. Het was een dagvaarding van Disney. Disney wilde dat het hert direct stopte met op Mickey Mouse te lijken, filmpjes te maken en daaraan geld te verdienen. Het hert dacht, dit pik ik niet. En het deed zijn rode short en witte handschoenen aan en stoof de deur uit. Op zoek naar Disney. En een goede advocaat. Gelukkig wonen advocaten op de weg naar Disney. Als je Anaheim een beetje kent, dus je hebt hier Disneyland. En dan heb je hier een... Dat zie je in de podcast dat ik de toon. Enfin, ze vonden een goede advocaat. Duur, maar herten die zitten er goed in. Dat weet iedereen. En ze trok samen met haar advocaat de deuren van Disneyland binnen. Meneer Disney zat te wachten. Die was met van alles bezig, met ideeën voor films, maar ook uiteraard met die dagvaarding. Toen hij hoorde dat het hert aan de deur stond, liet hij het terstond tot in de bureau komen. Hij zei van, kijk, hier zit je dan. Ja, zei het hert, hier zit ik dan. En ik heb een advocaat bij. Ja, zei de advocaat. Ik heb de dagvaarding gelezen en meneer Disney, jij hebt geen poot om op te staan. Ik wel, zei het hert. Ik heb er 4. Maar ik heb ook mijn advocaten geraadpleegd, zei meneer Disney. En die hebben ook typerende stemmen. En er kwamen 2 advocaten binnen. Het is zo waar, de dagvaarding is volledig gerechtvaardigd, zei de eerste advocaat. En de tweede sprak... Dat is zo, maar er is nog één groot probleem. Als je niet betaalt, dan gaan we u kapot maken. Dan ga je die deuren van Disney nooit kunnen verlaten. Dan maken we van u het nieuwe attractie in de park. Ik betaal nooit, zei het hert. En het stoof het raam uit Disneyland in. Waar natuurlijk, zoals iedereen weet, heel veel Mickey Mouse rondlopen. Dus zijn plan was te verdwijnen in de massa. De 2 advocaten doken achter het hert aan, liepen door Disney en vroegen aan iedereen: hebt gij de herten gezien dat op een Mickey Mouse trekt? Of de andere advocaat zei het anders. Heb jij... Ha, dat is beter, zei de advocaat. Ze zochten en ze zochten in het park van Disneyland. Maar natuurlijk, telkens ze 2 zwarte oren in de verte zagen en erop af zich een weg baanden door de massa kinderen en depressieve ouders. En ze trokken aan de schouder bleek het gewoon een Mickey Mouse mascotte te zijn. Waar was dat hert. Maar plots hoorden ze van helemaal boven op de grootste achtbaan van Disney: ik maak je kinderen kapot! Inderdaad, het hert zat op een achtbaan. En was aan het rijden, dus was eigenlijk gevangen. Want ja, je zit daarop en je gaat nergens naartoe zolang dat je erop zit. Dus de twee advocaten hadden tijd om het hert helemaal in te sluiten. Eén aan de ingang, één aan de uitgang. Denk je echt dat jij de eerste bent dat hier iedereen kapot wilt maken? Sprak de advocaat. Het hert zei: ja, maar ik meen het. Ik ben gewapend. Als ik boven ben op de achtbaan, spring ik eraf en ga ik van boven op de wachtbaan iedereen beschieten. Want het hert had wapens bij. Veel wapens. En zo gebeurde. Het hert dook uit de achtbaan, ging van boven op de achtbaan staan en begon in het rond te schieten. Dat was in de VS, dus de meeste mensen waren dat wat gewend. Je gaat niet al een half uur aan het aanschuiven zijn om dan ineens weg te lopen omdat er wat geschoten wordt. Dus het hert maakte veel slachtoffers. Totdat meneer Disney zelf buiten kwam. Want die zat nog altijd met de advocaat van het hert in een bureau in een zeer gênante stilte. Dat is een ander verhaal, maar dat was echt ambetant. Echt, dat was heel gênant. Dat was verschrikkelijk. En op den duur was dat van... en kinderen? En, ja, wij proberen, maar wij kunnen geen... ja. Die kennen elkaar ook niet. Hè. En dan, Disney zegt, ja, films. En dat werd stil. Ja. Dat was... Oh, jongen, daar wou je niet... Enfin, maar die kwam dus buiten. En die zei: stop het bloed vergieten. Als een manier ook voor een stuk, denk ik, om de gênante stilte te doorbreken. Hè. Laten we een regeling treffen waar we beiden mee kunnen leven. En zo gezegd, zo gedaan. Het hert tekende een overeenkomst met Disney om dagelijks op de achtbaan te gaan staan en mensen neer te schieten. Disney vond dat een ideaal plan om van zijn kinderachtig imago af te geraken en ook wat meer volwassenen te trekken. En het werkte. Disney werd zeer succesvol. Het kleine bedrijfje waar niemand ooit van gehoord had, stond nu op alle voorpagina's dankzij... Elke film dat ze maakte begon wel met een sterfgeval. En zelfs kinderen kwamen terug. Dus wat is de moraal van dit verhaal? Dat je soms je grootste vijand moet uitdagen om heel je core business te herbedenken. Slaap lekker.